Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We zijn voor een paar dagen in Zweden. En wij gaan nu weer in de speeltuin zoeken. En met Les natuurlijk. Ja. Ik zoek met de Eten Pro. En met de Gerrits Eats 200i. En we gaan eens kijken wat hier allemaal ligt. Ik heb ook een nieuwe pinpointer inderdaad. En nou, dat zien jullie zo meteen allemaal wel. Tot zo. Ik heb al mijn signaal. Even kijken wat het is. Oh, meteen 10 kronen. Oh, lekker. Dit is mijn nieuwe pinpointer. De Pro Pointer. Echt een super ding tot nu toe al. En dan staat hier ook al een signaal. Ik hoorde net een... Nou, dan gaan we deze even verder opzoeken. Dan zien we jullie zo weer. En ik heb een 10 kronen. Dus achter elkaar. Precies tegelijk een signaal. Nou, dat belooft wel heel veel goed. We hebben hier een heel goed signaal en ligt is goed eens bovenop, kijk. Weer een 10 kronen? Ja, weer een 10 kronen. Ha, super. Wat een goede start is dit. We hebben er nu al 3. 2 seconden later. Met 10 kronen alweer. Dit nummer 4. Hoe lang zijn we bezig? 5 minuten. Ja, nou jij hebt er 2, ik heb er 2. Super. Dat zit mooi. Naar de volgende. En het volgende muntje is een oude 1 krone. Het begint nu al donker te worden. Het is nog maar half 7. Nee, nog niet eens. Het is iets van 6:15 of zo. En het wordt nu al behoorlijk donker. Dus wij gaan er zo lang mogelijk door. En hopelijk ligt er nog wat meer. Het gaat tot nu toe echt geweldig. En we zijn weer terug. Lekker met z'n tweeën. En zoeken. We beginnen deze speeltuin gewoon weer. We gaan naar het strand en we zien nog wel. Ik heb mijn eerste gehad, mijn eerste muntje. Een 25 Deense oren. Er staan in totaal 6 muntjes. Prima. Ja. En een 1 kronen goudige. Dat is mooi. Ja. Nog een muntje erbij. Ik heb een of ander speltje met de naam Gore-Tex. Hij wil niet scherp. En was er weer een muntje. Weer een... En 1 kronen, een goudige nog. Weer. Het gaat lekker. En ik heb er ook weer eentje. En ik krijg in het gat weer een signaal. Weer een behoorlijk goeie. Zal ik mijn pinpoint pakken. Eens kijken wat dit dan weer is. Oh hier. Ja, weer een 10 kronen. Ja. Super, 2 munten in 1 gat. Lekker. Hier weer het volgende mooie signaal. Rond de 70. Randje. Ik zie hier wat liggen. Oh, een kogel. Kijk. Misschien is een grote. Cool. Oh, een kogeltje gevonden. Altijd leuk. En het enige muntje van het strand is een 5 kronen. We hebben ook nog wel wat knopen gevonden, maar die laten we aan het einde wel zien. Was niet allemaal heel speciaal. We gaan nu weer terug naar de speeltuin. Eens kijken wat daar nog meer ligt. Nou, ik heb dus een ring gevonden. Dit is mijn tweede ring. Het is geen zilver of zo, het is gewoon... Nou, weer een heel mooi stukje sieraad. Ja, yes, eindelijk. Prima vondst. We gaan nog even lekker verder. En prima, we hebben nog een 10 kronen. Het gaat echt lekker op dit stukje veld. Dat vind ik echt leuk. Deze is waarschijnlijk door dezelfde persoon verloren. Ligt bijna in hetzelfde gat, ligt er gewoon naast. Prima, we vinden echt lekker veel. Dit is toch super? Gewoon weer een meter verder ligt er nog één. Ja, zo verdienen we lekker snel. Nou, ik denk dat ik je ga versluimen, Tofvondst. Nee. Ik heb hier een heel mooi van de sheriff van het Westland Park. Hier in jou, bovenop. Ja, ik zie hem eens. Kijk eens aan. Nou, kom op. Het is een muntje uit Zweden. Weer 5 oren. Kijk, die hadden we al. Maar prima, weer een leuk muntje. Oh, de muntjes stromen binnen. Weer 25 oren. Nu eentje van Denemarken. Nog een keer over het gat en er ligt weer 50 oren. Heel klein muntschatje dit. Echt, we hebben zoveel munt. Het gaat echt heel lekker. Klopt, weer 25 oren. Hier is altijd ook nog wat te zien. Nou, ik ga nog even verder kijken op de stukken, maar dit is waarschijnlijk van dezelfde persoon. Dus allemaal Deens geld.
En wij gaan door. Dat is prima. Volgende mooi signaal. Een beetje bovenop lag ik. Misschien was het voor mijn knoopje, of niet? Nog een ring! Niet waar? Kijk, oh, dit zal Lars niet leuk vinden. Even kijken of er merkjes in staan. Nou, ik heb even binnengekeken. Er staat 925 in. Dat is volgens mij zilver. Dus ik heb hier een heel mooi ringetje vast. Super! Man, zoveel munt en ook nog een zilveren ring. Dus ik ben heel blij dat de steentje er nog in zit. Meestal ligt hij eruit. Echt super dit. Echt, wauw. Ah, mooi. Weer een speelgoedauto. Super vondst, echt waar, dat dit hier allemaal ligt. Dit is echt, we vinden echt veel hier. Ik ga nog zeker even door. Heerlijk. Ik heb toestemming voor dit nieuwe veldje. Dus hopen wat hier allemaal ligt. We gaan even kijken. We hoeven niet eens heel ver te lopen. Voor de eerste ene oude corona. Daar heb ik er nu nummer 2 van. Omdat die nu al wat vaker zijn geweest. Dus al die oude munt, die gaan allemaal weg. Maar we hebben er weer een. Leuk. Ik heb mijn 5 kronen verzameling ondertussen ook alweer verdubbeld. Leuk. Super. Ja, we hebben er weer een. Dat is nummer 5. Ik heb er nooit zoveel op één dag gevonden. Ja, zoveel. Dat zijn er 2. Maar ja. Dat is nummer 5 in totaal. Super man, gaat echt lekker. De afdrukken zijn nog heel mooi te zien. Van deze 10 kronen. Weer een muntje. En weer een leuke. Nou, ik heb mooi wat spullen. Heb 2 keer een nieuwe 1 kronen. Dus dat is mooi. En een 25 oren, een oude. En een 1 cent. En een magneetje. Dus was het ook weer wat leuke dingen. Ja. Ik ga naar het nieuwe veld toe achter de speeltuin. En kijken wat daar nog meer ligt. Ik zie hier weer een muntje uitsteken. Ik weet nog niet wat het is. Is het een 10 kroon? Nee. 20 euro cent. Nou, ook prima. Ik wil zo even naar het klimgedeelte. Dat ligt hierachter. En daaronder liggen allemaal houtsnippers. Dus wie weet is daar nog van alles in gevallen. Weer een muntje erbij. En wij gaan daar zo even heen. Dit mini ding, oorbel. Heeft mijn ET Pro net gevonden. Het gaf gewoon een prima signaal. Dan een leuke oorbel. Hij is mega klein. Dus ik vind het knap dat dat ding het mee heeft gevonden. Super. Nu is hier raadje erbij. En hier mijn volgende muntje ligt. Kijk. 77,78. Ja. En inderdaad een 10 kronen. Kijk eens aan. Weer een mooie. Het gaat echt lekker. Ik denk een van de laatste muntjes of de laatste. Een oude 1 Zweedse kronen. Wij gaan zometeen onze vondsten laten zien. Dus blijf nog even kijken, want het is echt heel veel. Vanuit dat dit de laatste is, nog 5 kronen. Heb ik er nu volgens mij al 4 van. Super dit. En ze liggen alle 3 bij elkaar. Toch nog een 50 oren. Prima. Ik moet hem bij de hand houden, want ik heb hier weer een klein muntschatje. Ze liggen hier allemaal in hetzelfde plekje. Dus ik ga weer even kijken of er nog wat ligt. En ik vind het op de terugweg naar huis steeds meer munt. En nu weer een deze 50 oren. Prima, ik ga dit stukje nog even aflopen. Naar het huisje toe en eens kijken wat er allemaal nog ligt. Maar het is niet verkeerd. Het is ook wel weer eens leuk om er nog een voorwerp te vinden. Een stukje van een vork, lepel of mes. Het zal wel geen mes zijn. Ik denk van een lepel. Nou, we zijn er bijna. Hier komt zo de afsluiting. We zijn allebei klaar, we gaan bij Lars beginnen. Ja, ik heb 2. Dit is allemaal gevonden met een Gerrit E-Stand-I. Ja, 2 haarklipjes, niet zo bijzonder. Een deel van een jas. Een hangend of zo. Nou, 1 rits, 4 knopen, 14 munten in totaal. En dat is voornamelijk Zweeds, Deens geld. En je hebt 1 eurocent. Ja, en een magneetje. En een raar bloemetje met een diamantje erin. En natuurlijk mijn ring. Dat is echt mijn toppunt. Nou, ik heb in totaal 32 munten. Dat is ook voornamelijk Zweeds, Deens. En ik heb wat eurogeld. Een stuk van een lepel. Ik heb ook een ring. Dit is een zilveren. En ik vind het leuk dat er steeds drone erin zit. Dit is heel mooi. Ook een paar knopen, kogels. Deze knoop vind ik ook mooi. Dan misschien wel mijn topfonds van vandaag. De Sheriff badge, ster. Oorbel, nog een clipje.
En ik heb een auto. Nou, we hebben weer een leuke dag gehad hier in Zweden. Hopelijk vonden jullie het ook. Laat zeker een like achter. En tot de volgende keer. Like a Hellcat.